Het is een club die veel voor de omgeving betekent. Het is natuurlijk een kleine woonkern, zeg maar, binnen Kagen-Braas en Wouwbrugge. Mensen zoeken dan toch verbinding, identificeren zich echt nog met de voetbalclub. Ze willen ook graag allemaal wat betekenen. Dus het is vooral een club waar ook het sociale aspect heel erg belangrijk is. En we kiezen eigenlijk heel bewust ook, zeg maar, voor zelfwerkzaamheid. En voor mij is het dan de kunst om iedereen ook gewoon op een leuke en plezierige manier met elkaar te laten samenwerken. Hartstikke mooi om te zien dat het dan ook lukt, hè? Dat er zoveel vrijwilligers zijn. We hebben inmiddels 150 vrijwilligers. Nou, die hebben allemaal een taak. We doen het met elkaar, dus net wat André zegt, van, die coördineert het allemaal. Hij vraagt het. En nou ja, als we er tijd voor hebben, dan doen we dat. Dat is het echt puur, gewoon allerlei klusjes, wat er te doen is, daar ben ik voor. Het is toch wel een heel bedrijf, ja, moet ik zeggen. En iedereen doet zijn ding. De ene scheidsrechter, de ander doet de bar. En je hoeft hier niet de hele week te lopen als je hier een uurtje wat doet. En dat is mooi. En als je dan 's ochtends hier vroeg komt en je ziet al die kinderen en iedereen het plezier. Nou, dan wil je toch niet anders meer. VVV betekent heel veel voor me. Maar dat komt gewoon dat je als kleine jongen bent erin gegroeid. We hebben de gebouwen neergezet, we hebben gebouwen afgebroken. Ja. Je bent heel erg betrokken bij de vereniging en dat is, ja, het is je tweede huis, geloof ik. Dat is, en de een doet dit en de ander doet dat. En met elkaar, ja, dat is één kliek. Ja, we zijn wel voor elkaar klaar. Want als er ook als iemand overlijdt of wat dan ook, dan zijn we er gewoon. En die was natuurlijk een verenigingsman, vooral in de zin dat hij met mensen heel goed om kon springen. Mensen ook heel soepel en makkelijk kon verleiden om wat te doen voor de club. En daar gaf hij zelf het allergrootste voorbeeld van. De begrafenis van Henny van den Berg, dat was een dorpsaangelegenheid hier, waar je u tegen kan zeggen. Want vanaf de dorpskerk tot aan de begraafplaats stond aan weerskanten van de weg een erehaag van alle leden van de vereniging, allemaal in voetbaltenue. En ja, daar word ik zelfs op dit moment nog een beetje emotioneel van. Ja. Dat was zo ingrijpend en zo prachtig. Dat zegt misschien ook iets over het dorp Wouwbrugge, denk ik. Dat mensen zo betrokken zijn bij elkaar. Hij heeft het net mooi verwoord. Een bekend persoon uit Wouwbrugge gaat naar zijn laatste rustplaats. En eigenlijk is het hele dorp daarbij betrokken. En ja, dat is ook een kenmerk van voetbalvereniging Wouwbrugge, denk ik. Dat het sociale gebeuren verder het belangrijkste is. Vierde voetbal een keer al. Ik sta spits bij de C1. Ik ben ook scheidsrechter bij de F en bij de E. Ik wil ook iets voor de club doen en ik vind het ook wel leuk om te fluiten eigenlijk. Nou, ik vind het gewoon leuk als een kleine club, want dan word je, zeg maar, niet als gewoon een nummer bekeken. Want bij ARC heb je bijvoorbeeld in de C heb je denk ik 20 teams of zo. En hier heb je er maar 2. En dan word je niet echt als een nummer bekeken, gewoon als echt speler. Wouwbrugge is echt een dorpsclub en dan komen de jongens, nou, misschien net aan de rand van Alphen, dat leg je hier 400 meter vandaan. Kunnen misschien nog jongens hier komen spelen, maar voor de rest zou je toch moeten putten uit de jeugdopleiding en van jongens die vanuit Wouwbrugge zelf komen. Elke week worden er weer stappen gezet rondom alles. Er komt een nieuwe aanpak, laat ik het zo zeggen, nieuwe indelingen van het jeugdplan, noem het allemaal maar op. De accommodatie is er aan toe. Ik heb begrepen dat er ook nog nieuwe kleedkamers bij komen. Ja, dan is Wouwbrugge derde klas waardig. Ik vind dat er nu al hartstikke goed uitziet.
faciliteiten zijn prima op orde, vooral ook door zeg maar, de inzet van die vrijwilligers. Iedereen is hartstikke trots op de accommodatie die we nu al hebben. Wat ik erg leuk vind is dat je zeg maar, in de, ja, een iets grotere jeugd hebt nu, waardoor je ook gewoon, waardoor je gewoon ook jeugdbeleid kunt gaan voeren. En, naast plezier ook aan zeg maar, sportieve uitdagingen kunt denken. En ook, we proberen daarin zoveel mogelijk van oud-voetballers te betrekken. Hè? Mensen die gevoel hebben bij het spelletje. Het is hartstikke leuk om te zien. Ik ben nu al ontzettend tevreden. Maar het is ook wel een mooie basis om zeg maar, toch proberen door te pakken.